Burgemeester Peter den Oudsten las vanmorgen voor op de Bekenkampschool in de Oosterpoortwijk. Vandaag is namelijk de aftrap van de Nationale Voorleesdagen. Hij vertelde over het jongetje Boy uit het boekje De Kleine Walvis. Boy sluit in dit geïllustreerde boek een bijzondere vriendschap met een aangespoelde jonge walvis. Dit is voor mij gekozen. Dit is een boek blijkbaar wat in deze week wordt voorgelezen. En er worden altijd leuke boeken gekozen. En ik neem altijd het boek wat het onderwerp is van de week. Voordat de burgemeester begon, mochten de kinderen even de echte burgemeestersketting aanraken en omhangen. En als die foto straks in de krant komt, dan denkt iedereen dat jij de burgemeester bent. Is dit leuk of is dit niet leuk? Leuk. Mooi, dat dacht ik. Het verhaal van Boy en de walvis maakte indruk op de kids. En met rode oortjes luisterden ze naar het ontroerende verhaal over vriendschap. Hij had hem gevonden op het strand. Toen had hij op de bad, bij het bad. En hij ging het niet vertellen aan zijn vader. Over een kleine bouwvis. Een verhaal. En waar ging het verhaal over? Over een kleine bouwvis. Wat gebeurde er met die walvis? Die was op het strand. En toen? Van het water. En toen liep het verhaal goed af? Ja. Het was een beetje te vergelijken met 5 december. Daar hebben we ook een heel belangrijk bezoek, dus de kinderen verheugden zich hierop. De kinderen hebben het heel fijn gevonden. Het was een hele spontane bijeenkomst, dus voor mij mag het volgend jaar weer. De nationale voorleesdagen duren nog tot en met 4 februari.